Zo mensen, ik heb even de trotter gepakt, want Mago die is aan het de shirtjes eventjes aan het wassen. En ik denk, hé, dat is wel leuk om eventjes te laten zien. Dus, kijk, ga ik even laten zien. Zo, hartstikke idee. Nou, laat eens zien wat je aan het doen bent. Nou, kijk, hier is allemaal kleren van jou. Allemaal kleren van mij? Ben je wel een rare soppie zo te zien? Nee, dit is nou gewoon water. Ik denk dat die mevrouw erbij wil. Ja, ik wil graag ook een warm water. Oh, ik weet niet of dat ik... Nee, maar je kan toch hier warm water tappen? Ja, niet. Ja, zie je. Is het toch vrij of niet? Ja, tuurlijk. Ja, wij nemen altijd een hoop ruimte in hoor. Ja, maar ja. Zoveel mensen op die camperplaats wordt het toch een beetje moeilijk, hè? Ja, inderdaad. Ja, kijk, en dat doet het niet. En die douche had ik net ook opgebreken. Dus, ja. Oké. Kijk, mooie wasmachines, jongens. Ik ben niet van vast te donker. Ja, ik zit op die machine te wachten, maar ik weet niet van wie dat die is, die machine. Ah, die doet nog 26 minuten en deze nog een uur. Ja, nou ja, dat is de droger, maar ik vind er wat. Oh, is dat een droger? Oh. Het zou wel een droger zijn, denk ik. Aha. Ik vind ook dat ze in het Engels te zitten. Staat er ook. High temperature, medium temperature, low temperature, no heat. Ik heb even een muntje gehaald. Oké. Zo, ik ben maar even naar buiten gelopen, want dat zijn toch verhalen, daar heb ik niks mee te nou maken. Dus als vrouwen aan de was zijn, dan moet je niet in de buurt zijn, jongens. Dat heb ik alweer in de gaten. Oh. Nog een mevrouw aan die ook gaat wassen. Blijf aan de gang. Ik heb de was even hierheen gefietst. En. Zo, hier zitten. Kijk. En dan ga ik eventjes de was uitwringen en even ophangen. Maar ik ga eerst even een lijntje spannen. Want. Zo heb mijn goden natuurlijk niks aan. Want dat is veel te kort, dat rekkie. Even kijken hoor. Oh, kijk. Van daarheen. Deze boom. Oké. Ga ik even regelen. Kijk. Mensen, oh zeg ik weer, kijk. Nou, de was hangt. Mago heeft haar best gedaan. Allemaal weer schoon. En er waren, er staan daar, ik had laten zien, hè, die wasmachine en die andere was een droger. Maar die is voor de komende 2 dagen is die al bezet. Ja. Dus Mago zegt, ik doe het wel even met de hand. Hè? Dat we toen in Carthago waren, bij die broer en die zuster, moesten we ook de wasmachine reviseren. Ah ja, ja, nee, die moet ik nog uitknijpen, Dus, maar goed, niks aan de hand, want zo kent ook. Ja, maar... Het is met, maar gewoon op zo'n tube van die handwasspul. En ja, dan is het toch weer fris. En weet je, met dit zonnetje... In de hand kan je geen spijkerbroek. Het is nu een klein beetje licht bewolkt, maar het ziet er daarnaar uit dat het weer aardig opentrekt. Ja, het gaat opentrekken, joh. He? Dus dat komt goed. En we moeten even knijpers erbij halen. Ja, nou, kijk dan. Nou mensen, kijk. Ik verruil mijn cap voor mijn helm. We gaan even een stukje fietsen. En we gaan even naar een andere camping. Hier zo, er zitten... kennissen van ons, Martin en Jeanette. En dan gaan we even een biertje drinken. En dan ja, je moet wel je helm op. Want we hadden gisteren geen helm op. En toen dacht ik, oh shit. Ja, maar ik zie toch even goed heel veel mensen zonder helm. Ja, ja, maar ook heel veel met, vind ik. Dus we gaan gewoon eventjes daarheen. En de helm gaat op. En ik heb zijn locatie gekregen en daar de hand daarvan kan ik zo
Hup, daarheen fietsen. Ja, Martin heeft hem toch doorgegeven? Ja, oké. Okay. Oh, ik had... Oké, dan gaat hij automatisch weg, zo te zien. Ja, weet je nou hoe je moet? Ja, ja, oh, ik heb contact. Jawel, want kijk, ik ga gewoon naar WhatsApp. En dan ga ik naar Martin. En dan doe ik dit. En dan zeg ik dit. En dan zeg ik open in Google Maps. Ja, route. Starten. We moeten eerst een stukje die kant en dan links. Oh, toch? Ja, ja, je kan ook zo, maar kijk, daar rij je een heel eind om. Dat scheelt een minuut. Heerlijk. Nou, jullie gaan het zo zien, jongens. En daar ga je, hoor. Oh, pultjes. Nee, geen pas van. Zie je, het begint al ietsje meer te waaien, voel je? Nee, laat maar zo staan. Zo kunnen ze niet omvallen. Oké. Gaan we. Kijk mensen, camping blijf Los Pinos. 2 kilometer doorrijden. En daar zijn Martin. Nou. Daar ja. Ga je. Ja. Oh. Van het hek. Hallo, hey! Moet je die kant in? Ik moet naar voren, naar uit, naar beneden. Dan kom je bij de beton, dan ga je naar links. En dan links de ingang. Wat zei ik nou? Je ziet ons zo. Jeetje! Hey, hallo, ben je er? Hey, hallo! Dag, mes! Hey! Hallo! Nou, dat is leuk! Zegt ons wel wat, dat jullie zo eind zijn komen rijden om ons tegen. Ik zou een eindje kunnen rijden om ons nog een keer te zien. Nou, dat zegt ons wel wat. Hallo, ik ben ook zo. Wat zitten jullie in het weg? Ja, lekker toch? Ja, vinden jullie wel? Ja, wij hebben heel weinig. Het is super slecht. En ja, ik moet lopen. Hier staan zeker de tenten dan of zo, dat er ook stroomhok staat. Nee, dat wordt helemaal niet meer gebruikt. Nee, alle stroompalen doen het niet meer. Oh, ik heb een stroompunt, dat is daarachter dat gebouwtje. Jeutje. Oh, maar ja, maar je hebt een lang snoer. Ze onderhouden hier achter niet meer, want ze willen eigenlijk helemaal niet dat er iemand staat hier meer. Oh, en jullie worden daarvoor uitgezonden? We staan nog al 3 jaar, dus... Ja, maar weet je we staan hier al 8 jaar, maar 3 jaar achter. Want waar wij nu staan, ja? Ik ging dus gisteren en vanmorgen douchen en zo. Nou, bij de ene verbrandde ik bijna leven, bij de andere kwam geen water uit. En we hadden een recensie gelezen van nou, ik kom hier nooit meer, want bla bla bla. Ja. En ik vind het echt gek, ik heb bijna een douche. Kijk, zien jullie jongens. Dit is hun camper en dan hebben ze een vouwwagen, heel slim. Want dan hebben ze echt dus een groot huis bij hun. En dan staan ze hier, kijk. En dit is hun uitzicht. Nou, dat is toch bizar? Jeetje, Mina. Prachtig. Ziet er schitterend uit.
Kijk, en dit stuk willen ze dus niet meer gebruiken. Nou, het is toch zonde. Prachtig mooi, hè. Oh, kijk nou, wat een grote dennenappel. Oh, wat leuk. Dat vind ik leuk. Ja. Zo, echt, wat een mooi ding. Ja. Ja, en dan kan je ook nog nemen met verende zadelpen. Ja. Maar dat hebben we niet gedaan omdat die elke keer eruit moet. Ja, dat is wel een goede zadel. Maar dat kijk, komt omdat zij... Kijk, want dit is zo, kijk. Ja, maar doe dan maar niet kijk. Nee, we zijn ja. Zitten met de poten. En dan heb je ze ook een verende zadelpen, maar dat vond ik dan niet nodig. En ik heb geen tijd van... Toch maar fietsje kopen, liever? Nou, ik denk twee minuten... Ja. Heb ik ze in de knauw zitten? Ja, ga je zo doen. Oh nee, hoe gaat het dan? Jou, je hebt je computer niet uitgezet. Maar dat is niet erg hoor. Ik heb helemaal niks gedaan. Jij hebt hem aan laten staan. Doe jij toch altijd? Weet je wat raar is? Van die rubberkettingen. Er stond... Rubberkettingen, zei dat? Nee, dat is... Ga je dat aan mij vragen? Er stond... Er stond op Google Maps... Oh nee, wacht even, ik weet het al. Op Google Maps stond 3,8 kilometer. Ja. Ik heb er nou 5,2 staan, maar nee, dat komt omdat we opgereden zijn, hè? En ik 6,4. Ja, oké. Okay. Oké, okay, jongens. Mensen! Dag, lieverds. Hoi. Ja. Rustig aan, hè? Ja. Nog heel veel plezier. Ja, jullie ook, hè? We houden contact, hè? Nou! Echt wel. Kijk je uit op dat grind? Kijk je uit op dat grind? Nou mensen, jullie zien het. We zijn weer terug. Het was gewoon waarschijnlijk gezellig bij Martin en bij Jeanette. Echt verwend weer. Oh, lekker chippy gegeten. En een biertje gedronken. En toen op de trotters weer terug. En we gaan nu eventjes... Gaan we... naar de Mercadona even een broodje halen, want als we dan onder de middag gaan lunchen, dan hebben we een lekker vers stokbroodje erbij. Dus dat is wel erg lekker, moet ik zeggen. Kijk, mijn godie is aan het afsluiten, die is aan het dicht doen, een beetje voor de ergste inkijk, een beetje tegenhouden. Hé, Mago? Je bent voor de ergste inkijk een beetje aan het dicht doen, hè? Ja, dat doe ik altijd. Ja, nee, maar dat is toch dat goed. Doet iedereen, hè? Dus ik heb neem ook... niet een fototoestel mee, want we gaan vanmiddag toch nog... Ja, we gaan vanmiddag die kant op. Kijk, dat moeten we eventjes... Ja, neem even mee. Hé, en kijk, ik heb eventjes die scharnieren eventjes in de olie gezet. Ja, dat weet want ik. De deur piepte. Ja, nee, maar dat zeg ik tegen de mensen. Oh. Dus jij hebt het wel gezien, maar ik zal het even laten zien. Oké, ik ga eventjes de GoPro op het stuur zetten. Oké, Mago, we gaan. Let's hit the road. Nou, jullie zien het, hè? Dit is de receptie, dat zei ik al. Reception. Kijk, ook van die kleine fietsjes. Grappig. Nou, daar hebben we Mago. Hoi. Ik heb dat toch? Ja. Ja, het is maar 3 kilometer. Ja. Ja. Ik dacht dat het veel verder was. Maar ik had denk mijn kilometerteller stonden van die dag ervoor. Dus jongens, nog geen 3 kilometer en dan ben je bij de Mercadona. Dus. Kijk, we hebben even een stokbroodje gehaald voor straks onder de middag te eten. En Mago zegt, oh, ik moet een croissantje. Nee. Ik heb zo'n trek. Nee, helemaal. Jawel, dat zei je wel. Je had onwijs een trek, zei je. Niet. Kijk maar. Mijn is hier al weg, hoor. Wat? Mijn is hier al weg. Eet je hem niet op? Nee. Oh, want? Ja. Hoe ga je dat nou oplossen? Ja, let op, jongens. Mago gaat het oplossen. Heerlijk, ik moet er altijd zo om lachen. Oké, mensen, we gaan weer. En
jullie hoorden het van Mago net dat we gaan. Vanmiddag gaan we eventjes naar het kasteel. Dat is ook deze kant op. En dan over de boulevard terug of over de boulevard heen. Dat kan ook, wat jij wil. En we zijn weer terug. Ja. Hey. Deur, tussen dat deurtje. Mago zegt ik loop even weg om de GoPro van de fiets af te halen. Want ik denk dan sluiten we voor nu even de video af. En als we dan vanmiddag gaan fietsen maken we gewoon weer even een nieuwe vlog van. Mago zegt van je neemt mijn knijper mee. Ik zeg ja. Je hebt één knijper. Ja, en er lagen er hier twee witte. Oh ja, ik zie hem liggen. Nou, dan pak je hem even voor me. Oké, kijk. Zit je mis er, dat heb je zelf gedaan. Ja. Ja, ik denk natuurlijk aan het werk. Ja. Kijk maar gewoon. Kijk, we hadden net. Kijk eens op mijn vinger. Ja, wat is dat? Van je fietsketting of zo? Dat weet ik niet, maar. Jij zei van waar is dat zwarte van? Ik heb natuurlijk zo met mijn hand erop gezeten. Ja, waarmee? Dat komt inderdaad dan van de fiets. Ik denk met de helm of zo. Dat we daar bij die merken door waren. Hey jongens, dus we sluiten nu af. Dan kan ik deze in ieder geval uploaden. Anders worden het zoveel dagen achter elkaar enzovoort. En dan wordt wat we dan vanmiddag gaan doen en morgenochtend, dat wordt dan weer een nieuwe vlog. Dus Mago, die zwaait even naar jullie. Let op. Zie je wel? Ja. Hoi. Ja, ik hoef het maar te zeggen en ze zwaait, jongens. Tot de volgende vlog, mensen.